Wat kijk je? Wat kijk je, jongen? Wat kijk je? Nou, ja, wat dan? Wat dan? Wat kijk je? Wat kijk je? Huh? Kijk, Breaking Bad, Walking Dead, Big Bang Theory, Game of... Aan jou, doe maar blij, doe maar blij. Wat wil je dan dat ik doe? Dat ik mijn gevoel en mijn emoties ga uit richting jou? Oh nee! Ja, en wat is dat om je nek eigenlijk? Jongen, stilo. Nou nee, het lijkt eerder alsof je schooltas... gedaan de afgelopen 24 uur. Ik heb je moeder gedaan, ja. Je moeder. Je moeder. Wacht even, want dat is best raar, weet je dat? Wat dan? Omdat nooit iemand je moeder doet? Oh. Nou, nee. Omdat we productietekort hadden, hadden we dus geen geld om acteur in te huren voor jouw rol. Dus heb ik het eigenlijk zelf maar gespeeld. En dat betekent dat wij praktisch dezelfde persoon zijn. Dus, dan zeg jij eigenlijk dat je je eigen moeder hebt geneukt. Voilà, geen respect deze man. Helemaal niks, hè? Helemaal niks. Wat? Hoezo niet? Ik respecteer werkelijk waar iedereen. En dat zegt de man die al zijn video's op YouTube begint met Joden vergassen. Joden vergassen? Wat? Daar begin ik mijn video's niet mee. Ik begin mijn video's met Joden op gasten. Ah, wat heb ik hier gehoord? Huh? Joden vergassen? Nee, Bardo, het is een misver... Ah, joh, ja, dat zei die boy echt wel. Hij is helemaal loco, jongen. Helemaal loco. Ah, oké. Okay. Aber leuke schuletasje hebben ze aan die nekken. En joh, dit is geen rugzak. Dit is een mokrotasje. Ja, maar natuurlijk. Goed, ik heb geen concentratiekampen gehad. Ik ga zomerkampen met gratis kappers, hè. Jeez, ja. Zie je, zelfs Bardolf geloof je niet met je rugzak om je nek. Weet je, heel eerlijk, hè? Ik ben beledigd. Ik heb gewoon pijn. Jezus, wat wil je dat ik doe om het goed te maken? Oké, weet je wat? Jij hebt veel volgers op Twitter. Dus als jij followback doet op Twitter, zijn we goed. Deal? Wat? Dat we elkaar gaan volgen op Twitter? Ja, maar dat is lobby naar elkaar toch, of niet dan? Nee, dat is een geforceerde vriendschap. Ik weet nog goed dat ik Thomas ging volgen omdat hij mij aan het volgen was. Oh, dat was een drama. Thomas, volg je mij of zo? Zal ik jou eens gaan volgen? Oké. En volgen. Ja, weet je wat? Ik heb een manier om het goed te maken. Laten we gewoon samen even een spelletje doen. Huh? Oh? Oké, we doen een verstoppertje. Jij gaat je verstoppen en ik ga jou zoeken hier. Oké? Ja, leuk. Weet je wat? Tel jij af? Ai, jongen, is cool. Hier gaan we. 199, 88, okay. 34, 69, 18, 12, 27, ik weet niet wat er daar komt. Hij is weg. Joep. Twee maanden later. We staan hier voor het gebouw waar vanochtend een 21-jarige man dood is aangetroffen. Hij speelde twee maanden geleden verstoppertje en niemand is naar hem gaan zoeken. Dus hij is verhongerd. De hoofdverdachte in deze zaak is een 54-jarige man met een schooltas om zijn nek. Het is geen schooltas, jongen. Het is een mokrotasje. Ja, natuurlijk. En ik lees de Playboy voor de diepgaande interviews met de prachtige modellen. Ach, pu, Carlo Chappie. Wat een idioot. Yo, wat up gasten, vond je deze video leuk? Geef dan vooral een blauw duimpje en stuur deze video door naar al je vrienden via Twitter, Facebook, Skype of wat dan ook. Stuur hem door, je zou mij er heel erg blij mee maken. En ik retweet ook heel veel spulletjes, dingetjes die jullie tweeten. En je kan ook erbij abonneren hier beneden, want aankomende woensdag ben ik er alweer met een nieuwe Banjo Movie. En ook volgende week zondag, zoals altijd, elke zondag een Banjo Movie. Dus ram op abonneren en de blauwe duimpje en stuur deze video door naar al je vrienden. Bedankt voor het kijken en ik check jullie later!